Bei der Autopsie war die Leber noch so heiß, dass sie nicht mit bloßen Händen angefasst werden konnte. De situatie is dat een regering is die die gelooft die mensen nog. Wat twijfelt u aan meneer Leterme? De situatie is dat een regering is die wie gelooft die mensen nog? Wie gelooft die mensen nog? Er is in de politiek is soms geduld nodig. En we zitten nu op een cruciale fase. Vroeger was een staatshervorming vrij gemakkelijk. De situatie is dat er een regering is die... We maken vooruitgang. Maar er is hardnekkigheid nodig om aan het doel te komen. En ik ben degene die koppig volhoudt. Ja. Wie gelooft die mensen nog? Wie gelooft die mensen nog? Dat was het jij niet meer. De situatie is dat er een regering is die het treft u aan de heerlijk. Maar duidelijk dat ik echt die staatshervorming wil. Ik wil de man zijn die die staatshervorming realiseert. Nog eens, die staatshervorming is er nodig, zal er komen. Het mag maanden, weken, jaren kosten, het zal er komen. Nog eens, die staatshervorming is er nodig, zal er komen. De situatie is dat er een regering is die wie gelooft die mensen nog? Wie gelooft die mensen nog? Dat betreft u aan mijn eerlijke. Voor het eerst, denk ik, in de geschiedenis van dit land hebben we een kans om een staatshervorming te realiseren. Niet vanuit het federale niveau naar de gemeenschappelijke resolutie, maar omgekeerd. Dat is natuurlijk een element van verantwoordelijkheid. De situatie is dat er een regering is die de bevolking heeft gepresenteerd. Dat is heel belangrijk. Met sociale maatregelen, dat was niet altijd goed gebeurd. We maken vooruitgang, maar er is hardnekkigheid nodig om aan het doel te komen. En ik ben degene die koppig volhoudt. Maar ja, duidelijk dat ik echt die staatshervorming wil. Ik wil de man zijn die die staatshervorming realiseert. Dat blijft het jou niet lukken. Wie gelooft die mensen nog? Ik ga nu er wordt woord gehouden. Wij zullen woord houden. Ik ga nu er wordt woord gehouden. Wij zullen woord houden. Dat twijfelt u aan meneer Leterme? Nog eens, die staatshervorming is er nodig, zal er komen. Het mag maanden, weken, jaren kosten, het zal er komen.
wie gelooft die mensen nog? Wie gelooft...